acties in Nederland al bezig. Dat is fijn. 3fm.nl/kominactie. Kun je zelf elkaar geven wat jij gaat doen. En ja, we hebben weer iets heel moois. Het, ja, ik ga even bellen met Oren Schrijver. Oren, goedemiddag. 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 De legendarische Oren zelf. Ja, ja, hij heeft de Oren daar naar een fijne actie. Hoe is het, jongen? Ja, lekker. We zijn nu op weg naar de locatie zelfs. Kijk, want, vertel eens even, wat ben je aan het doen? Ja, ik wilde altijd iets voor Serious Request doen. En ik ben zelf ook een fervent fan van jammen met bands. Ja. En toen dacht ik, ja, dan moeten we toch iets cools moeten doen. Dus ik dacht, nou, ik ga een paar avonden jammen met een bandje en dan gaan we geld ophalen. Maar ja, ik ben nogal ambitieus ingesteld. Dus ik dacht, laten we dat nou eens wat groter aanpakken. Dus we hebben besloten om 40 uren achter elkaar te jammen. Zo. In Café Steels in Haarlem. Het is redelijk dicht bij jullie, dus we kunnen jullie een beetje voelen in geest. Nou, ik denk dat als ik een glazen raam openzet, dat ik al een stukje hoor, gewoon. Ja, waarschijnlijk wel, ja. En we zijn begonnen en we hebben gevraagd of de band die hier komen spelen zichzelf willen laten sponsoren. We hebben een grote sponsor in Share, de verzekeraar waar ik al 5 jaar de stem voor ben, gevraagd om onze kosten te dragen. En Key Music om de backline te sponsoren. Dat en toen hadden niet. We eigenlijk. Ja, en opeens hadden we een complete line-up met echt hele vette namen. En het werd maar voller en voller en voller. Dus het is zeg maar groter geworden dan we ooit hadden gedacht. Dus ja, het is heel bijzonder. En we wilden ook nog kijken of we zeg maar echt hele grote namen konden boeken. En die hebben we als een soort golden hour hebben we daarvan gemaakt. En daar kan je zo kaarten voor krijgen. Ja. Dat gaat allemaal, alles gaat naar het goede doel. En we hebben dus, Frank McComb komt uit Amerika voor ons. Wow. Die hadden we gebeld en die zei, ja, ik heb 1 optreden. Maar alleen als jullie nog een optreden voor me regelen, kom ik ook bij jullie spelen. Wow. Dus dat hebben we gedaan. Ook dat is gelukt? En die komt langs en Charlie Luske komt met een band spelen. En Bo Sades doet de kick-off, wat wel echt fantastisch is. Vet. En dat heb ik gisteren nacht, kreeg ik een sms'je. En dat kan ik dus, jij bent de eerste die het hoort. Ja. Hebben we een primeur, dat is heel spannend. Dat Glennis Grace ook een Golden Hour komt zingen. Glennis Grace? Ja. Holy shit. Nee, dus het is echt wel heel cool. Het enige wat belangrijk nu is dat, want de bands hebben hun geld al zeg maar verzameld en opengemaakt. En de Golden Hours, dat zijn dus, daar kunnen ongeveer 90 man in, of 90 tot 100 man. En daar hebben we dus nog kaarten voor. En die kun je dus op de website kopen, jam4life.nl. Kijk, nou als je erbij wil zijn en je bent toch in Haarlem. Wat is het URL? Het URL is Jam for Life, maar zonder 4, gewoon Jam, F-O-R en dan Life met een V. Oké, Jam for Life. En dan kun je erbij zijn en ik ben benieuwd wat het eindbedrag is. Kom je dat zelf brengen hoor, en of niet? Nou, we zijn van plan om ergens rond een uur of 5, want wij zijn de 24ste, om 4 uur 's ochtends zijn we klaar. Dus we hopen dat we daarna met onze brakke kop de check komen brengen bij het glazen huis. Ik kijk nu al kokhalzend uit naar je brakke kop. Ik bedoel, rijkhalzend. Oei, oei, maar te gek. Mooie actie, Jam for Life. Dus met vele artiesten, wat zijn allemaal? Bo Sabbers hier staan, dus inderdaad. Treintje Oosterhuis is er ook? Ja, Treintje Oosterhuis ook. Die is helaas al uitverkocht. Die is uitverkocht, oké. Maar we hebben wel 2 kaarten in de veiling gegooid voor Treintje Oosterhuis. Als mensen echt willen, kunnen ze er toch bij zijn. Nou, vet. En we hebben nog een surprise act. En als je van 3FM houdt, dan hou je ook van deze surprise act. Oh. Nou, wij gaan hier nog veel meer van horen. En ik vind het een fantastische actie. Ik geef je namens ons allen alvast een vet applaus. Dankjewel, voor je inzet. Man. En zullen we daar maar een nummer van Bo doen of niet? Ja. She's on fire. Ja! Woehoe! Lekker hoor. Nou, ik zie het. Ja, jullie ook. Zet hem op.